Na jaren van renovatie is Paleis Het Loo weer open. 3 conservatoren nemen jullie mee naar de mooiste plekjes die je niet mag missen. Net als in de tijd van stadhouder Willem III en zijn vrouw, de Engelse prinses Mary Stuart, kunnen bezoekers nu via de statietrap naar boven. Ooit werd dit immense schilderstuk wit gepleisterd naar de Franse mode, maar koningin Wilhelmina bracht het terug in de oorspronkelijke staat. En ook in de schilderijengalerij krijg je het gevoel hoe Willem III, samen met zijn vrouw, inmiddels koning en koningin van Engeland, moet hebben genoten van zijn kunstcollectie. Maar het begon hier, op een steenworp afstand bij dit jachtslot. In 1684 kocht de stadhouder de grond en het kasteeltje dat nu het Oude Loo heet. En het jaar daarna werd de eerste steen gelegd voor Paleis Het Loo. In de restauratie is veel teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Wat we nu weer laten zien is het appartementensysteem. Elke vorstelijke bewoner had in de 17e eeuw zijn eigen appartement. En hier laten we het appartement van Mary zien. En dat ging volgens een bepaalde systematiek. Dus je had kamers die achter elkaar lagen. Dit is de antichambre, daar kwamen de minder belangrijke gasten. En hoe belangrijker je was, hoe verder je kwam. Dus van antichambre naar chambre. En op het eind helemaal het kabinet, het meest intieme vertrek. Het mooiste ingericht, alleen voor de allerdeftigste en belangrijkste mensen. Dus van antichambre naar bedkamer, waar vanuit het bed bezoek werd ontvangen, naar de kleerkamer en vervolgens het intieme kabinetje. Met een prachtig uitzicht over de tuin. Na Willem en Mary stopte de geschiedenis natuurlijk niet. De Oranjes woonden, werkten of logeerden er van generatie op generatie. Wilhelmina was het laatste staatshoofd voor wie het Loo echt een thuis was. Ze overleed er ook in een piepklein appartementje dat helaas niet te zien is. Maar we zien er wel haar werkkamer, waar ze onder toeziend oog van Willem van Oranje haar wet ondertekende. En Willem van Oranje, die schilderden ze ook na. In het paleis zijn meerdere kunstwerken van Wilhelmina te zien. Het Loo was ook het ouderlijk huis voor Juliana, althans één van de ouderlijke huizen. Ze had op dit zomerpaleis dan ook haar eigen zit- en slaapkamer, die ze zelf mocht inrichten naar de smaak van die tijd. We staan hier in de salon van Wilhelmina. Achter mij is een heel bijzonder stuk. Het is gemaakt door Therese Zwartsen, portretiste uit Amsterdam. Ze heeft 30 jaar voor de koninklijke familie gewerkt. Haar eerste opdracht, dat was dit schilderij van koningin Emma met baby Wilhelmina op de arm. Emma bestelde het speciaal om cadeau te doen aan haar man, koning Willem III. En wat zien we? We zien niet per se een koningin met een kroon op, maar we zien vooral een moeder die haar baby vasthoudt. En dat was ook het beeld wat zij graag wilde uitstralen, ook naar het volk. Wilhelmina's salon dus, haar zitkamer, waar ze familie en vrienden ontving. Het staat en hangt vol met persoonlijke dingetjes. Portretten van haar beide ouders, schilderijen van eigen hand en dit schilderij van Juliana door Lizzie Ansing, geportretteerd in 1930. En dit is waar Wilhelmina's moeder, koningin Emma, koningin regentes Emma, haar gasten ontving. Zou zulke Mexicaanse muziek ooit op het paleis hebben geklonken? Nou, wellicht wel. Prins Bernhard was groot fan en wilde er zelfs mee gewekt worden. Toen Juliana inmiddels koningin was, woonde het paar op Soestdijk, maar ze hadden ook hun eigen ontvangstvertrekken op Paleis Het Loo. Bernhard liet het modern inrichten met gestuukt plafond en een koof met TL-licht. De jachtkamer, waar Bernhard na het jagen met zijn vrienden nog eens een drankje kon doen. Ja, mijn favoriete object is het tafeltje, het salontafeltje van prins Bernhard in de ontvangkamer van prins Bernhard die we opnieuw hebben ingericht. Het is een ijzeren tafeltje met een merkwaardig blad. Dat is neushoornhuid, geprepareerde neushoornhuid. En daaronder zit een lampje, dat gaan we ook weer aandoen. Daarmee gloeide als het ware
dat blad op en bolden op ook. Dus de glaasjes die erop stonden moesten snel genuttigd worden, anders vielen ze om. Echt een persoonlijk souvenir van prins Bernhard, wat in de oorlog verloren is gegaan. Hij heeft dat voor het Loo opnieuw willen laten maken. En dat is gebeurd en wij stellen het nu weer in zijn kamer ten toon. Daar ben ik heel blij mee. Ook de kamers van prins Hendrik, de man van Wilhelmina, die zijn te zien, waar de stijl van de geboren Mecklenburgse hertog duidelijk terugkomt. De stoere stijl van koning Willem III, Wilhelmina's vader, en het bed waarin hij overleed zijn ook te zien. Heel anders is de stijl van zijn opa, de eerste Oranje koning, koning Willem I. Empire was de mode in die tijd. En aan deze tafel, in deze kamer, het groot kabinet van de koning, ondertekende hij zijn wetten. Paleis het Loo is vanaf nu weer open voor publiek, maar volgend jaar krijgt het Loo er extra ruimte bij. Er wordt nog hard gewerkt aan een ondergrondse uitbreiding.